En de nu volgende aria klonk ook voor het eerst in Londen, maar zo'n 40 jaar eerder. En is van Joseph Haydn. Klonk op 4 mei 1795, toen Haydn daar voor de tweede keer was, een grote concerttournee. Ik heb het over de scène de Berenice. Berenice is ongelukkig, ze is wanhopig, want ze is verlaten door haar geliefde Demetrio. Ook deze liefdesellende gaan we beluisteren met Simone Kermes als soliste. Dirò
De wanhopige Berenice is verlaten door haar geliefde Demetrio. En dat bezingt ze, of in dit geval bezong ze, in de scène de Berenice, ook wel genoemd Berenice Kefai. En de ongelukkige Berenice van vandaag was de Duitse sopraan Simone Kermes. Zij zong samen met de Radio Kamerfilharmonie, geleid door Frans Bruggen. En neemt nog één keer het applaus in ontvangst van de dames en heren hier in de uitverkochte grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. De scène van Berenice, die dus voor het eerst klonk tijdens een concert in het King's Theatre op 4 mei 1795 in Londen. Haydn was daar voor de tweede keer op tournee en maakte voor die gelegenheid ook zijn tweede set van 6 zogeheten Londense symfonieën. En de laatste van die 6 is ook de laatste van de in totaal 104 symfonieën die Joseph Haydn